Het is stil tijdens dit avondje bridge in Helmond. Deze mensen in ontmoetingscentrum Den Huisakker moeten hier weg. De gemeente wil bezuinigen. En dat terwijl de activiteiten hier juist zo hard nodig zijn. Je hebt eenzame mensen. En als ze eigenlijk hier naartoe komen, dan is de middag eens benut. Het hoeft niet definitief voorbij te zijn met de bridgeavonden. De gemeente wil de senioren best huisvesten in een ander buurtcentrum, de Geeseldonk, een stukje verderop. Dat centrum wordt mede voor die gelegenheid ook verbouwd, maar zelfs dan is er zeer weinig animo voor. Ik voel me niet thuis in een gebouw waar iedereen doorheen loopt en zo. Vooral in de winter, 's avonds, is het hier toch wat prettiger. Je moet helemaal door die woonwijk en de stoep op, stoep af. Waarom moeten we de mensen toch verkassen? Ze kunnen nergens beter zitten dan hier. Er is steeds minder geld voor buurtcentra in Helmond. De gemeente wil 5 ton bezuinigen op wijkaccommodaties. Dus de verhuizing lijkt onafwendbaar. Het bestuur van Den Huisakker houdt vol en dreigt zichzelf bij een verhuizing dan maar helemaal op te heffen. De Geeseldonk heeft een eigen bestuur en 2 kapiteins op het schip, daar werken niet. De verenigingen die gebruik maken van Den Huisakker, zoals de Bridge Club, moeten dan zelf bepalen wat ze gaan doen. We hebben al verschillende keren dat we moesten verhuizen, maar ik denk naar de Geeseldonk, daar gaat denk ik niemand mee. Maar, ik zie het niet zo zitten. Nee, we blijven echt wel liever hier. En u? Ja, als ze stoppen, we zijn een team samen, hè? Dus als ze stoppen, dan stop ik op. 1 cent plus 3. Ik heb 2 punten.